Op woensdag 20 april is Welzijn Ouderen Land van Kuik officieel opgericht. Frans Brienen is voorzitter van deze organisatie. En hij vertelt waarom Welzijn Ouderen Land van Kuik is ontstaan. Ja, we hadden in het hele gebied, ja, van de nieuwe gemeente Land van Kuik, ja, hadden we 4 stichtingen, ja, Welzijn Ouderen, en we hadden 1 seniorenraad. Ja, op een gegeven moment hebben we gezegd, het kan niet zo zijn dat we straks daar 4 verschillende of 5 verschillende instanties hebben die zich met welzijn ouderen bezighouden, die, ja, het ieder op een eigen manier doen, waardoor er verschillen zijn van de ene van de ouderen, bijvoorbeeld in Velp ten opzichte van Maassees, dat die op een heel andere manier behandeld, benaderd en dus wij wilden naar een gelijkwaardigheid in benadering, ja, en ook in bediening. Ja. Nou, dat kun je niet anders als door 1 stichting, 1 organisatie van te maken, en daarvoor hebben we Welzijn Ouderen Land van Kuik opgericht, ja, overkoepelend over de verschillende regionale welzijnsorganisaties. Ja. Maar wat merken daar de individuele welzijnorganisaties van? Want in Grave hadden we er eentje, of hebben we er eentje, ja, Kuik, Boksmeer, Mil, en in Sint-Tunis was dan een seniorenraad. Ja. Ja. Nou, wat merken die individuele organisaties daarvan? Dat we straks alles gaan harmoniseren, mm-hmm, hè, dus dat. Stel bijvoorbeeld als we kijken naar de kosten voor een maaltijd, hè, ja, dat we dat gelijk trekken over alle regionale gebieden. Dat, oh, we, dat we ook de kosten, de bijdrage voor activiteiten, dat we dat ook allemaal gelijk trekken. Ja. Maar dat geldt ook voor de vrijwilligers. Ja, dat de vrijwilligers op, voor kilometervergoedingen, dat het ook voor iedereen hetzelfde is, dat ze allemaal op de gelijkwaardige manier benaderd worden. Nou, en dat kun je niet anders als door vanuit 1 organisatie dat aansturen en daar al die onderliggende regionale organisaties mee op wijzen en op sturen dat ze dat allemaal gelijkwaardig gaan doen. Ja. En de individuele inwoner die gebruik maakt van de diensten en de producten van de welzijnsorganisatie, merken die er ook iets van, de inwoners? Ja, in principe proberen we het, de veranderingen zo gelijkmatig mogelijk laten doorvoeren. Ja. Laten we daar maar vanuit gaan. Ja. Kijk, het moet niet zo zijn dat nu in één keer alles op zijn kop staat en dat mensen niet weten van hoe moeten we dit allemaal gaan doen. Nee. Maar het kan wel zo zijn dat bijvoorbeeld dat er in Mil activiteiten zijn en diensten zijn die heel erg gunstig zijn en die de anderen niet hebben, nou, die we daar dan weer wel kunnen gaan aanbieden. Ja. We kunnen ook, dat is ook het grote voordeel, we kunnen van elkaar leren, we kunnen van elkaar, bij elkaar in de keuken kijken van, ja, wat doen we en wat kunnen we daar doen. De goede dingen kunnen we eruit pikken om bij de anderen ook weer in te voeren. Ja. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling dat iedere voormalige lokale organisatie wel gewoon lokaal actief blijft. Ja, met de eigen vrijwilligers, de eigen mensen. Ons uitgangspunt is dat alles wat we lokaal kunnen doen, mm-hmm, lokaal houden. En dat is ook de reden waarom we de oude gemeentes ook als gebied hanteren. Mm-hmm. Want kijk, op het moment dat je dat ook allemaal op zijn kop gaat zetten en dat je een heel andere gebiedsindeling gaat maken, dan wordt het voor iedereen heel erg moeilijk van, ja, waar hoor ik bij, hoe werkt dat? Ja. Dus we willen het zo gelijkmatig mogelijk houden, maar wel de voordelen van elkaar proberen te benutten en bij anderen te kunnen invoeren. Ja. Die oprichting van die overkoepelende welzijnorganisatie Land van Kuik, is dat nou iets wat vanuit de individuele organisaties komt, of was het eigenlijk een verzoek van de gemeente Land van Kuik? Nou, alle twee. Ik denk alle twee. Ja. Alle twee wel een beetje. De gemeente die heeft eerder al eens een keer aangegeven van, het zou toch wel goed zijn als we straks met 1 organisatie te maken hebben. Ja. Maar voor onszelf was het ook duidelijk aanleiding om te zeggen van, ja, nu we 1 gemeente worden, is het ook meteen een mooi natuurlijk moment om de kop eens bij elkaar te steken en te kijken van, wat kunnen we daarmee en hoe kunnen we daarmee verder komen. Ja. Dus dat is eigenlijk, mag wel zeggen, alle twee. Ja. Ja. Ik kan me voorstellen dat op het moment dat iemand roept, we gaan een welzijnorganisatie Land van Kuik oprichten, dat mensen denken, dat weet ik ook niet, hoe moeten we dat gaan doen? Want ja, iedereen heeft toch een beetje zijn eigen stokpaardjes vaak, hè, binnen de organisaties. Hoe hebben jullie daar in elkaar geschoven en voor elkaar gekregen om dit te doen?
Ja, daar zijn we vorig jaar mee begonnen en daar hadden we nog eerder mee willen beginnen. Maar ja, toen speelde corona een behoorlijke rol en we hebben gezegd van ja, zoiets met vijf organisaties bij elkaar zitten, dan moet je niet via een videogesprek gaan doen, dan moet je gewoon lijfelijk bij aanwezig zijn. Dus de corona heeft ons daarin wel een beetje parten gespeeld, maar op een gegeven moment was de mogelijkheid om bij elkaar te komen. Dus zijn we gewoon fysiek bij elkaar gezeten. Ja. Nou, en met elkaar kennis gemaakt en dan elkaar uitgesproken van ja, wat willen we? En waar ligt ergens een stip op de horizon waar we naartoe willen werken? Ja. En dat is niet vanaf vandaag of morgen geregeld, maar ik ben in die zin wel trots dat wij vanaf juni tot april zover zijn dat wij nu al kunnen zeggen, de stichting, de nieuwe welzijnsorganisatie staat er. Ja. En dat we vanaf nu kunnen verder werken om die harmonisering en dat gelijktrekken van alles, om dat nu gestalte te gaan geven. Ja. Er zijn 5 welzijnsorganisaties, zeg je, in de gemeente Land van Kuik. Maar dan verandert ook iets in de benaming, Frans. Ja, kijk, die 5 welzijnsorganisaties zijn allemaal met afkortingen. Het is de SWOGB, en het is de SWOM, het is de SWOC. Ja. Dat zijn afkortingen die heel al 1000 jaar gewend zijn. Ja, die al heel lang bekend zijn, maar toch voor nieuwe mensen die zeg maar tot de seniorengroep gaan behoren, maar ook de kinderen van senioren. En die naam zegt dan niet veel. En dat waar we nu bewust voor gekozen hebben, dit is ook een mooi moment om dat op die manier om te vormen. Dat we zeggen, we pakken waar zijn ouderen Land van Kuik, waar zijn ouderen, en dan hebben we een afgeleide, waar zijn ouderen Boksmeer, waar zijn ouderen Kuik, waar zijn ouderen Mil. Dus dan wordt het meteen duidelijk van in welk gebied is dat. Ja. Het tweede is, als we het gewoon voluit benoemen en voluit schrijven, is het welzijn, dus we weten waar het over gaat en voor wie het is. Ouderen. Dus we hebben de ene keer heel helder van wat het doet. En dan zit er ook geen misverstand meer in van, nou, wat is de SBOGB? Toen ik hier aan begon, voor 10 jaar terug, toen heb ik heb wel eens ooit een keer de afkorting gehoord, maar het zei me helemaal niks. En het duurt een hele tijd voordat je alles snapt. Nou, en hier met deze opzet hebben we het in één keer heel helder. En het overkoepelende en het verbinden is dan het welzijn ouderen Land van Kuik. Ja, ja. Dus dan heb ik het allemaal bij elkaar, op die manier. Wat zijn nu de eerste plannen van jullie? Dat je van, ja, als eerste gaan we dit doen, willen we dat organiseren? Nou, we zijn gestart nu met een tijdelijk bestuur. En dat tijdelijk bestuur, dat is gevormd uit degenen die eraan gewerkt hebben om deze welzijnsorganisatie op te zetten. Nou, dat is het bestuur en dat bestuur dat gaat nu eerst aan werken om zo snel mogelijk om binnenkort zeg maar naar een definitief bestuur om te vormen. Dus dat is 1 punt. Ja. Tweede is dat wij nu vooral gaan kijken naar waar zitten nu allemaal verschillen en hoe moeten we die verschillen proberen recht te trekken. Dan kunnen we zeggen, ze moeten recht getrokken worden, maar het moet dan ook allemaal wel kunnen. Ja. Want op het moment dat je gaat zeggen van, we hebben, pak even een voorbeeldje, de vergoedingen voor een kilometervergoeding. Die kunnen we wel makkelijker zeggen, die moet allemaal gelijk worden. Nou, waar ga je uit? Ga je dan uit van het hoogste of ga je vanuit het oudste van het laatste? Ja? Ja. Nou, dat is al een discussiepunt. Ja. Maar wat er mee speelt, is op het moment dat je gaat kiezen voor het hoogste, betekent wel dat er nogal wat meer geld moet komen. En dat geld moeten we wel binnen zien te krijgen. Dus het is allemaal nog niet zo makkelijk om te zeggen van, we doen dat allemaal maar snel eventjes regelen. Dat zal stapgewijs moeten gebeuren. Ja. En we moeten ook kijken van wat voor middelen krijgen we van de gemeente om dit allemaal te kunnen realiseren. Ja, ik hoor wel, jullie hoeven je de komende tijd niet te vervelen. Nee, daar ben ik ook niet bang voor. Nee. Goed, en er zit ook nog best wat veel denkwerk aan van hoe dat je dat allemaal gaat inrichten en gaan opzetten. Ja. Ik zou zeggen, in ieder geval van harte gefeliciteerd met de oprichting van Welzijn Ouderen Land van Kuik, hè, want de akte is ondertussen gepasseerd bij de notaris. Ja. Heel veel succes en wellicht goed dat we over een tijdje nog eens gaan zitten van hoe staan we er nu voor. Ja, heel graag. Daar wil ik graag een keer voor terugkomen. Goed zo, ja. Dankjewel. Bedankt ook voor het gesprek. Ja.